Vandaag gaan deze 8 verschillende kijkers 8 verschillende ondergrondse bunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze ondergrondse bunkers te bouwen. En daarin moeten ze een netherstar verstoppen. Ik moet die zo snel mogelijk zien te stelen. En we gaan kijken wie de beste bunker heeft. We gaan voor 5000 likes. Jongens, welkom bij de ondergrondse bunker bouw challenge. Dat is een mond vol woorden. Julian, ik zie dat jij heel veel spanning hebt. Je bent helemaal rood. Is het zo spannend? Ja, ik zit helemaal te trillen. Ik zie dat jij wel zit te trillen. Hey, jullie krijgen een uur de tijd om een bunker te bouwen. Hij moet ondergrond zijn. Hierin moet ik jullie geheime schat stelen wat een netherstar zal zijn. Heb jij al een idee waar je netherstar gaat verstoppen? Nee. Dat is slecht voorbereid. Jongens, veel succes. Jullie krijgen een uur de tijd en dan zie ik jullie zo. We zijn aangekomen bij de allereerste bunker en die is van Jan. Jan is een eend en ik zie dat je je eigen hoofd hebt gemaakt. Ik vind het er leuk uitzien. Dankjewel. Het ziet er echt gewoon uitnodigend uit. Heb je een verhaaltje erbij of moet ik gewoon aan de slag gaan? Nee, gewoon aan de slag gaan denk ik. Ik kan gewoon lekker aan de slag gaan? Ja. Nou, dan gaan we dan. Ik ga die netherstar stelen en ik ga ontsnappen, oké? Okay? Ja. Oké, okay, we hebben hier het hoofd van Jan en er staat zoek de lever. En ik gok dat hij dan natuurlijk op het goldblok hier moet, dus dat gaan we ook doen. En het is alleen maar hoog gras hier overal, jongens. Dus ik ben benieuwd of ik hem ga vinden, maar het kan haast niet fout gaan natuurlijk. Oh, het is wel heel irritant dat hier overal hoog gras is. Dat maakt het extra moeilijk. Ah, kijk, hier is ook iets, maar dit is... ik denk niet dat ik hier de lever voor nodig heb. Ben ik blind of hoe zit het? Ik kan gewoon nu al niet de hendel vinden. Waarom kan ik dit niet? Dit is letterlijk taak 1. Dit is volgens mij de simpelste taak van heel de escape room. Ja, misschien als ik op knopje... Ik heb al heel knopje geklikt volgens mij. Oh, ja, hier. Kijk, daar is de kist, jongens. Ja, hè? Waarom heb ik dit niet eerder gevonden? Oh mijn god, oké, we gaan naar binnen, jongens. Ik ben nu al zat buiten. We gaan het hoofd van Jan in. En we vinden hier een slimeblok. Daar kunnen we op. Zo. Donk. Hint, je moet parcouren. Let op, je kan hierna niet meer terug. Zorg dat je snel genoeg bent. Oké, daar gaan we. Snel genoeg. 1, 2, 3, 4. Hier omhoog. Zo, we gaan zo snel mogelijk, jongens. We gaan... geen tijd om te stoppen. Oké, dit was zo snel mogelijk, toch? Ik weet niet waarom het zo snel mogelijk moest, maar... Oké, ik zie hier een kist en daaronder zie ik er ook één. Kan ik die pakken? Nee, die kan ik niet pakken. Jawel, en daaronder, die onderste wil ik. Ja! Alleen voor cobblestone en pickaxe. Oké, okay. En ik zie hier allemaal kisten en trapchests. Ik ga hierop staan en dan veilig een trapchest openen. Oké, dat doet niks. Laten we gewoon elke kist openen en kijken wat het doet. Oh, waarom zijn hier zoveel kisten, jongens? Zit hier iets in verstopt? Of is dit gewoon om mij af te leiden? Meestal zijn dit soort dingen altijd, jongens, om mij af te leiden. Maar dat lijkt er nu eigenlijk ook wel weer een beetje op als ik het zo zie. Ik heb helemaal niks gevonden. Zit er ook niks achter? Nou, weet je, we gaan gewoon... Oké, komt-ie. Oh, dat ging net aan goed. Waar zijn we nu beland? Hier... Oh, mijn god, ik haat dit soort sprongetjes. En deze... Ah, dit... Nee. Overleef. Niks aan de hand. We healen sneller dan dat we doodgaan. Oh, dit hebben we ook gehad. Hé, hier is de cobblestone. Die kunnen we ook weer hakken. Zo, daar had ik natuurlijk de pickaxe voor die we hadden gekregen. Dan zijn we hier... Wacht, ik moet trouwens wel de netherstar hebben, jongens, hè. Niet dat... Dit vertrouw ik niet. Ik moet wel de netherstar hebben, maar ik ga er gewoon inspringen. We gaan het gewoon gokken. Ah! Oh, mijn god, daar ben ik hier blij mee. Dat is altijd zo'n risico om dat te doen. Plaats op het gouden blok. Ergens hierna ga je een lever vinden voor de deur. Raak het target. Je hebt 5 kansen. Oké, ik heb een pijl en boog en 5 kansen. Welk target? Oké, dat target moet ik raken. 5 kansen. Gaan we met kans 1. Komt er, jongens. Hoppa! Kans 1. Gelukt. Wat is dit? Oh, hier heb ik cobblestone. Kan ik natuurlijk weer hakken. We letten wel op, jongens. Wij letten wel op. Hak het goede blokje cobblestone. Ah, oké. Zeker, sommige zitten lava. Dus we pakken mijn cobblestone er vast bij. Dan kunnen we altijd snel ingrijpen als de lava boven zit. Komt die. Oh, hier is niks. Hier is ook niks. Oh, wat is dit? Een kist. Met een lever. Ja, maar jongens, ik moet de netherstar mag ik niet vergeten. Laten we zo doen we de deur open. Na al die tijd heb je de kist... Oh, god, dit is wel heel traag. Na al die tijd heb je de kist toch gevonden. Oh, is dit hem? De netherstar en facts en lever. Wacht, laten we eerst een feitje lezen van Jannes en Eend. Eenden zijn beter dan ratten, kippen en alles. Dat klopt. Eenden zijn echt eenden, jongens. Eenden zijn de goat. En er staat ook nog iets op pagina 20. Cambuur, go ahead, Eagles. Nou, weet je, prima. Dat mag ook. Maar jongens, we hebben de netherstar. Almighty eendenster. Oh, dat klinkt een beetje vies dat het een eendenster is. Maar we nemen hem alsnog mee. Jongens, zijn we ontsnapt. Dit is de uitgang weer. Ik ben vrij en ik heb de eendenster gestolen. Yes. Oh, we zijn ontsnapt. Dit was leuk. Waar ben je, Jan? Dit vond ik leuk. Hey. Ik vond het een leuk ontsnap. Heb ik het goed gedaan? Dankjewel. Ik heb de eendenster. Je mag hem wel terug.
Dankjewel. Maar, nee, trouwens, ik wil hem houden. Nee, je mag hem houden. Je mag hem houden. Ik vond een hele leuke ontsnapping. Ik vond een leuke inbraak. En een leuk... Ja, gewoon leuk. Dat is goed, goed in elkaar gezet. En dan gaan wij nu door naar de volgende map. We zijn aangekomen bij de tweede map. En dit is die van Roemer... Roemerrat is het, sorry. Ja. Je bent ook een rat. Niet negatief bedoeld. Je ziet eruit als een rat. Dat is ook, klinkt over. Alles wat ik zeg klinkt negatief. Wat heb je gebouwd vandaag? Nou ja, een beetje hetzelfde als normaal. Ah, het is een cliff en dan zie je een hele grote kluis, lijkt het wel. Een soort kluisdeur. Ja. Lijkt het wel. En de bedoeling is dat ik hier jouw rattenster ophaal? Nou ja, niet per se rattenster, maar als je hem zo wil noemen dan. Oké, okay, moet je nog iets vertellen of kan ik aan de slag? Je mag aan de slag. Oeh, oké, okay, jongens, ik zie nu al dat wij hier een diamond sleutel en hier een gold sleutel voor nodig hebben. Dus het begint wederom hetzelfde. Iets waar ik heel slecht in ben, dingen zoeken. Laten we maar gewoon beginnen met in het water kijken. Want ik zie nu al dat ik hier omhoog kan zwemmen. En ik gok dat wij hier boven de waterval wel iets gaan vinden. Een kistje natuurlijk. Een sleutel voor goudblokje, die nemen we mee. Zullen we dan gelijk even boven kijken of we nog meer dingen vinden? Oh, dat kan niet. Ik ben niet toegestaan om naar boven te gaan. Oké, okay, dan misschien hier op de cliff. Dat hier ergens een tweede kist is of zo. Dat we een soort parcours moeten doen. Of dan misschien dat trouwens binnen in het goudblokje. In de goudkamer. Dat ik daar de diamond sleutel kan vinden. Dus laten we eerst de gouden sleutel gebruiken. Roemer is lekker bij tv. Wat ben je aan het kijken? Hij is sowieso een video van Walnut aan het kijken. Roemer is zijn huisje. Niks zoeken, hè? Nee, niks te zoeken hier bedoel ik. Sorry, er zit sowieso wat onder het bed. Er is altijd wat onder het bed. Er is niks onder het bed. Oké. Okay. Hij heeft een verdieping naar boven. Daar kan ik heen. Maar laten we eerst de onderste verdieping bekijken. Dit is gewoon een tv. Klik op een knoppie, doet niks. Klik op de hendel, doet ook niks. Dit is oprecht beneden, niet zoveel te zoeken. Laten we dan maar omhoog gaan. Dit is een opslag, lijkt wel. Hier een factboekje. Oh, dat zou wel zijn. Ratten zijn beter dan... Ratten beter dan eenden. Ik moet zeggen, ik vind eenden wel lijp. Maar omdat ik nu de map voor Roemer speel, zijn ratten eigenlijk wel een beetje de goat. En op pagina 20 staat zeker weer een andere voetbalclub. Go Ahead Eagles boven Cambuur. Nou, prima. Cambuur is vast. Ik weet niet waar de klemtoon daarin ligt. Hey, sleutel voor Diamond Block. Nice. Is het Cambuur of Cambuur? Ik weet niet, volgens mij Cambuur. Even kijken hoor. Heb ik alles? Ik denk dat ik alles heb. We hebben in ieder geval een sleutel voor het diamond block. Laten we die meenemen. Wat is dan het diamond block? Wat is dit? Waar zijn we beland? Project Lar... Oh mijn god! Hij... Nee, wat heb je met Jan gedaan? Hij heeft Jan als een project opgesloten. Oh mijn god, wat is dit? Eende gif werkend alleen op Jan is zijn eend. Oh jee, er zit een hele verhaallijn, jongens. Laten we deze kist pakken hier. Zo. Sleutel voor oranje blok. Oké, okay, dat is... Die hebben we nog niet gezien. Maar wat is dit? Moeten we Jan redden? Is dat het verhaal? Jan, ik ga je redden. Geen zorgen. We gaan je redden. Je gaat het ene gif niet drinken. Komt helemaal goed. We gaan naar beneden. Waar zijn we? Oeh, hier is het oranje blok. Heb je hier kisten weer? Dat is leeg. Hier hebben we een kist die is ook leeg. En deze kist is ook leeg. Nou, laten we dan maar gewoon doorgaan. Oh, jongens. We gaan één hele... Waar gaan we helemaal heen, joh? We gaan helemaal diep de grot in. Dit ziet er cool uit. Dat sprongetje hebben... Ik was zeggen zo gehaald, maar dat is ook niet helemaal waar. Hè? Hoe moet ik dit doen dan? Zo ja, ik wou het zeggen. Dat is bijna niet te doen. Als ik hier helemaal inspring, jongens, kom ik er niet meer uit. Dus willen... Ja, we willen. Natuurlijk willen we dit. Hoppakee. Hier hebben we een lapis lazuli blok. Dus dat is het blauwe blok. Dan hebben we daar een kistje. Daar zal de sleutel wel in zitten. Sleutel voor lapis blok. Hoppakee. Jongens, ik moet niet vergeten dat ik ook die ster weer moet stelen. Dat is wel de bedoeling. Dus ik hoop dat we die tegenkomen. Dat we hem niet vergeten ergens. Gaan we door. Oh, het gaat nog dieper. Oh mijn god, waar gaan we helemaal... Oh, het gaat zo diep, jongens. Wacht, is hier iets in het water verstopt? Nee, er zit niks in het water verstopt. Ja, sprongetje is gehaald. Nou, we gaan wel gewoon weer verder. Oh my days. Wat is... Dit is echt bizar. Hoe laag dit gaat. Kan ik hierheen? Is dit... Nee, dit is gewoon zwart, oké? Okay? Oh, ik haat dit soort sprongetjes, jongens. Die val ik altijd in de lava. Komt-ie. Oeh, deze keer niet. Daar moeten we heen. Die knop moeten we indrukken. Wat gaan we doen? Ik zei het nog. Nee, nee! Poging 2, jongens. Ja, oh, het is gelukt. Oké, okay, top. Laten we de knop inklikken. Wat doet het? Wat doet de knop? De knop doet helemaal niks. Volgens mij doet de knop helemaal niks. Of moet ik terug? Moet ik terug? Was die kist? Die kist was er net nog niet. Nee, die kist was er zeker nog niet. Oh, moet ik terug? Oh, ik ging één stuk door. Nee, 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 nee. Oké, dit overleef. Geen zorgen. Een nieuwe kist, jongens. Wat zit er in de kist? Een Nether Star. We hebben hem. Nu nog hopen dat we niet doodgaan door het vuur. Drie hartjes. Oh, gelukkig. Oké, laten we doorgaan. Ik zie buitenlicht, jongens. Ik zie buitenlicht. Vlieg met... Vlieg mee met de roemer is een kip. Oké. Okay. De roemer is een kip. Moet ik meevliegen? Oké. Okay. We hebben de ster. We kunnen ontsnappen. Wegvliegen. Ik ben weer hier. We zijn weer boven. Ja, je hebt het gehaald. We zijn ontsnappen. Het leuk dat ik met een kippetje hier naar boven ben gevlogen. Dat is echt heel leuk bedacht. Ik heb
De ster, jongens, ik vond het echt leuk. Dit ging diep naar beneden, man. Het werd alleen maar lager en lager. Het is heel leuk in elkaar gezet. Heel mooi. Ja, en wederom mag je wel de ster terug, want ik heb voor jou je ster gestolen. De ster. Het klinkt zo vreemd als ik je ster zeg. Jan die zit alsnog vast. En Jan die zit alsnog vast. Die stikt er maar eventjes in. Laten wij doorgaan naar de volgende map. We zijn aangekomen in sneeuw. Joris, wat is dit? Ja, sneeuw. Ja, sneeuw inderdaad. Ik zie het. Grote boom in het midden. We hebben nog niet eerder gehad, sneeuw. Nee, ik dacht sneeuw. Ja, dat ziet er leuk uit. Heb je verhaal erbij of kan ik lekker aan de slag? Nee, ik kan gewoon aan de slag, denk ik. Oké, nou dan ga ik de grote nette ster ga ik voor je stelen en dan ga ik hem hier aan jou geven. Precies op dit blokje waar je nu staat, oké? Dan ga ik hier blijven staan. Ja, prima. Oké, dan gaan wij aan de slag. Ik zie hier al gelijk een ladder naar beneden. Voor de rest is dit gewoon simpel een boom, dus daar hebben we niet zoveel te zoeken. Hier is een beetje water, een beetje een wak als het ware. En ik denk dat voor de rest buiten alleen maar details zijn. Ja, nou laten wij dan maar via... Hij is weggelopen. Laten we dan maar via de ladders naar beneden gaan. Bonk, waar zijn we? Oeh, we zijn in een grot beland. Oeh, ik vind het... Ik ga voorzichtig zijn, jongens. Ik weet niet waarom. We gaan de boom in. Oh, dat vind ik cool. Ik wist niet eens dat je de boom in kon. Dan eindigen we op de boom. De boom is hol van min. Ik ben een uil. Wat is dit? Een knopje. Oh mijn god, het zit sick. Ik ga op het knopje klikken. Tonk. En het doet niks. Of is er waarschijnlijk beneden iets geopend ergens. Ik gok dat er ergens iets gebeurd is zonder dat ik het door heb. Dus laten we weer terug de boom in gaan. En kijken of we beneden in de grot iets anders spotten nu. Is hier iets veranderd? Nee, hier is helemaal niks veranderd. Heb ik niet goed gekeken? Of ik ben blind. Of ik heb niet goed op de knop geklikt. Of... ik denk dat ik gewoon niet goed heb gekeken. Misschien is dat een fake knop. Dat er nog een knop hier ergens is. Zou dat kunnen? Een steenknop die ik niet heb gezien of zo? Dat kan. Hier of zo. Kijk, precies hier. Nee. Ik heb toch op de knop geklikt? Wat wil je dan dat ik doe? Moet ik erop staan terwijl je erop klikt? Nee. Is er nog een knop? Jongens, ik snap het nu al niet. Het is weer te moeilijk voor mij. Ik heb toch op de knop geklikt? Er zit sowieso nog een knop hier ergens. Ik weet het zeker. Dat ik geprankt ben met die knop, dat die helemaal niks betekent. En dat hier gewoon de knop is die ik in moet klikken. Maar die zie ik dan weer niet, omdat alles van steen is. Nou, kom op, hé. Zit hier misschien een knop verstopt in de boom? Misschien aan de zijkant van de map dat er iets verstopt zit? Nee. Oeh, wacht. Misschien zit er onder iets hier. Want als je hier van die scaffolding onder doet, jongens, onder deze sneeuwdingen, dan kan je er altijd onderdoor. Alleen ja, dat moet ik nou maar net een goede vinden. Dus ik twijfel of dat de situatie is. Maar ik weet zeker dat als de scaffolding onder een sneeuwblokje zit, dan kom je er onderdoor. Als in dat zakje door de sneeuw heen. Dus jullie snappen wat ik bedoel. Oh, hier is powdered snow, jongens. Kijk nou. Hier. Oh, die hele knop op de boom had er helemaal niks mee te maken. Oh, ik wist het. Altijd word ik geprankt in dit soort maps. Altijd hetzelfde. Maar dan wel heel leuk en elke keer op een andere manier. Oké, waar zijn... Oh mijn god, waar zijn we beland? Wat is dit? De ster. LB, MB, RB. Linksboven, middenboven, rechtsboven, rechtsmidden. Ah, oké, jongens. Dit is dus een soort code, denk ik, of zo, wat ik hiermee moet doen. Laten we even kijken. Wat moeten we doen? Want hierachter zit ook iets, maar daar kan ik niet heen. Laten we eerst gewoon elke barrel en elke kist bekijken of er iets is wat ik hier kan vinden en wat ik nodig heb. Het is tot nu toe leeg. Brewing stand is leeg. Hierachter zit ook... Oh, een button. En die doet... Oeh, ik moet buttons vinden, jongens. Dan gaat dit open. Waar is de tweede button? Er is sowieso ergens nog een button. Misschien wel als ik er nog een keer op klik dat hij het gewoon doet. Nee, helaas niet. Hier misschien? Nee. Er zit ergens nog een button verstopt. Die waarschijnlijk misschien hier. Dat die gewoon in deze ruimte hier zit. Het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Maar ik weet het niet zeker. Oeh, hier, kijk. Is dat een button? Tonk! Ja, ik wist het. Daar zat een button verstopt. Komt-ie. En het glas is weg. Dan kunnen we er doorheen. Een kistje. Een glasbreker. Can break white. Oh mijn god, is dit het al gewoon? Ik kan deze nu slopen. Wat heeft dit hiermee te maken? Is dit gewoon afleiding dan? Can break white stained glass. Oké. Laten we dan maar... Dat was dit, volgens mij. Kunnen we de ster ook pakken? Oh, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. We hebben net een star. Is hier iets opengegaan? Oh, hier is een deur opengegaan. Wat is dit? Waar gaan we heen? Oh, zijn we al... Oh mijn god, hebben we hem al gehaald? Hebben we hem gehaald, jongens? Is dit het? Is dit het? Oh, ik ben ontsnapt. Ik ben heel snel. Ik heb hem echt gespeedrund. Dit was een soort van. Dit was een speedrun, dit. En die stond hier, dit blokje. Ja, goed zo. Bij deze, de Nether Star die ik heb gestolen. Wat irritant dat de boom er niks mee te maken had. Ik was zo hyped over de boom. Helaas. Het was gewoon een bait. De boom was echt gewoon een bait. Ja, heel leuk in elkaar gezet. Echt waar. Hier heb je je pickaxe ook terug. En laten wij dan doorgaan naar de volgende map. En zo gaan wij van de sneeuw naar een swamp. En ik sta hier met een gele versie van mezelf. Of een gele, een blauwe versie van mezelf. Hallo, Bosbes. Hoi. Wat is dit? Waar ben ik? Een, ja. Een moeras. Precies.
Heb je een verhaaltje erbij of kan ik gewoon lekker aan de slag? Je kan gewoon lekker aan de slag. Ik kan gewoon lekker aan de slag. Kijk, dat vraag ik bij iedereen altijd. Nou, dan gaan wij proberen de nether start. Jij hier ergens. Kijk, daar moet ik heen. Ik zie. Oh, ik ben al weg. Ik was tegen mezelf aan het praten. Oké, laten we gaan, jongens. Ik zie dat we nu een gouden sleutel nodig hebben. En dan kunnen we hier naar beneden. En daar is een button. Maar dan hebben we eerst een gouden sleutel nodig. En ik gok dat die hier ergens in het water verstopt zit. Of in een boom. En ik kan omhoog klimmen hier. Zou dat zin hebben als ik hier omhoog klim? Hey, ik heb hem nu al gevonden. Een sleutelingang. Hier, we hebben hem. Oh, dat ging echt veel sneller dan verwacht dat ik die heb gevonden. Oh my days. De sleutelingang. Nou, laten we hem dan maar gelijk gebruiken. Het is echt de eerste. Ik kon vooral omhoog. Ik had alles kunnen proberen. Ik had hier omhoog kunnen gaan. Oh, dan had ik hem waarschijnlijk veel makkelijker gevonden. Maar oh, maar deze. Nou, laten we hem gelijk gebruiken. Door is van. Leuk in elkaar gezet dit. Toen. En dan vallen we in het water. Klikken we op de button, want die zag ik al. Wat doet dat? Oh, hier doet het iets. Wat is dit? Huh? Wat heeft het gedaan? Volgens mij. Oh! Hij heeft het naar beneden getrokken. Waarschijnlijk zat dit ding hier in het hoekje omhoog. En nu kan ik daarin zitten. Dat heb ik dus al gewoon van tevoren gedaan. Dan laten we erin gaan. Dan kunnen we eruit. Waar zijn we dan beland? Hier in het water. Dan is... Bleek het varkensneus dit? Oh nee, paintings. Daar heb ik zo'n hekel aan. Daar kom ik nooit doorheen. Oh nee. Of, jongens, door de sneeuw shiften. Maar laten we eerst paintings proberen. Dus of door de sneeuw shiften. Of het zijn paintings die ik moet gebruiken. We gaan springen, we gaan shiften, we gaan alles doen. Want soms kom je er niet zomaar makkelijk doorheen door zo'n painting. Ja, hier kan ik doorheen. Wat is het? Oh, het is donker. Oh, het is donker, jongens. Ik zie... Oh, maar deze staat loose. Dit vind ik niet leuk. Dit was een valstrik. Ik moest helemaal niet achter die painting zitten. Laten we hier even kijken. Hier even kijken. Ik weet nou niet wat ik nu moet doen, jongens. Ik heb alle paintings gecheckt. Ik heb hier overal op geshift om te kijken of ik er doorheen kan zakken. Maar ik zak nergens doorheen. Nergens door de sneeuw. Er is nergens powdered snow. Er zit nergens scaffolding onder waar ik doorheen zak. Is het dan wel gewoon een... Het was daar... Die ene was stond een loser en er was verder niks. Dat was deze hier. Is hier nog meer dan? Nee. Oh, een knop! Kan ik die pakken? Ik heb een knop. Waar kan ik die plaatsen? Jongens, er is een gat open hier. We kunnen... Oh, die moet ik naar beneden springen. We nemen de knop mee. Oké, daar komt hij. 3, 2, 1. Oh, we zijn in één keer in een hele... Oh, we zijn in één keer in een hele andere sfeer. Wat is dit? Wat zijn dit voor blokken? Zijn dit halve pistons of zo? Huh? Oké. Waar zijn... De Nether Star. We hebben hem. Wat ziet... Ligt hij er ook gewoon echt op een altaar bij? Alsof ik gewoon een of andere demon ga spannen door deze nu mee te nemen. Ik moet een soort Indiana Jones move doen net op, hè? Doe. Zo, ik heb hem vervangen voor de knop, jongens. Als je de knop niet nodig hebt, dan laten we hem hier. En dan komt niet die rollende bal achter me aan en zo. Hebben we de knop nodig, is de grote vraag. Waar zijn we? Wat is dit? Waar ben ik? Ik heb het gevoel dat ik de knop nodig heb. Laten we de knop meenemen. Auw! Het doet pijn. Moet ik de knop hier plaatsen? Ik zie niks. Het is te donker. Het is te donker. Ik zie niet wat ik moet... Oh, hier is iets. Wat is dit? Wat is dit voor blok? Kan ik daarop iets droppen? Nee. Wat is dit? Ik kan het gewoon niet zien. Oh! Huh! Ik heb hem geplaatst. Was dit de bedoeling? Was dit de bedoeling dat ik hier ben? Ik heb op de knop daar geplaatst en dan ben ik weer boven. Misschien dat ik nu wel hier doorheen moet. Ja, nu moeten we wel hier doorheen. En dat betekent... Oh. Huh? Help. Help. Is het ijs? Help, ik verdrink. Ah, oh mijn god. Ik schrok. We zijn ontsnapt, jongens. We hebben de ster. Oh, maar wat was dit leuk. Ik snapte er even helemaal niks van. Maar het is me gelukt. Het is me gelukt in een donkere kamer. Ik heb gewoon echt de Indiana Jones move gepoeld. Om gewoon de ster om te ruilen voor iets anders. Hey, hier heb je hem. Je krijgt hem terug. Althans, ik heb hem voor jou gestolen. Heb ik helemaal voor jou gedaan. Dankjewel. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Leuk in elkaar gezet. En dan gaan wij gelijk door naar de volgende. En toen waren we ineens in een Dark Oak Biome. We gaan van biome naar biome naar biome naar biome. Ik zit in een adventure. Oeh, dat is spannend bij deze. Dat heb jij gedaan, zeker? Heb ik dat gedaan? Nee. Denk ik? Oh, waar ben ik beland? Ja, in Dark Oak Biome. In de Dark Oak Biome. En ik moet gewoon de Nether Star stelen. Daar komt het op neer, denk ik. Dat is wel waar het op neerkomt, ja. En zit er een uitleg van tevoren bij? Ik zou hier naar binnen gaan en kijken wat er gebeurt. Nou, oké. Ik krijg de eerste keer ook een richting op bord gestuurd. Nou. Dat gaan we dan maar zeker doen. Dan zie ik jou zo weer ergens hierboven in de buurt. En dan krijg je van mij een prachtige Nether Star. Ik zal hier blijven staan. Oké, top. Nou, dan gaan we jongens. We gaan naar binnen. Wat is dit? Kijk, hij blijft echt staan. Het is een doolhof, of niet? Is het een doolhof? Wat is dit? Waar ga ik heen? We zijn in de bomen beland. Ik denk dat ik hierheen moet. Het is echt dicht bij bos hier, man. Hierheen. En dan hier. Aha! De knop is gevonden, jongens. We gaan erin. In 3, 2, 1. Doenk. Oh, 3, 2, 1. Doenk. Deze krijgt. En dan belanden wij in een barrelruimte. En water in het midden. Laten we eerst elke barrel, heel saai,
kelp doorkijken. Kijk wat we kunnen vinden. LW Luke heeft al vaker meegedaan met deze maps, jongens. En hij staat bij mij onbekend dat hij altijd nutteloze items in kisten doet. Tot nu toe. Dat heeft hij gedaan. En ik durf te weten dat ik niks aan deze kelp heb. Helemaal niks. Geen drol, maar ik ga het toch meenemen. In totaal hebben wij gevonden 8 kelp. Nou, laten we dan maar naar beneden gaan. De furnace inkijken. De furnace inkijken. En de barrel hier. En nog een kelpje. Oh mijn god, weer nutteloos. Ik zie nu al dat ik daar onderdoor kan zwemmen. Maar ik wil toch even overal in gekeken hebben voordat wij doorgaan. Want stel, ik mis iets, jongens. Dat zou zonde zijn. Even kijken, hoor. Hierachter zit ook iets. Ik weet het zeker. Ja, een trapdoor. Kijk, die gaat niet nutteloos zijn, denk ik. Hoop ik. Hierachter zit ook iets. Oh, is er... Wacht, snel. Wat zit hier? Wat zit hier? Helemaal niks. Oeh, op adem komen. Wat zit hier? Er zit een trapdoor. Dat zou er vast niet voor niks zitten. Maar of zit het er wel voor niks? Weet je, we gaan wel gewoon doorzwemmen. We gaan hierheen. Wat hebben we hier te zoeken? Hé, furnace. Kelp, neem me mee. Trapdoor? Oh, nee. Oh, dit is irritant. Nog, waarom al dat kelp, jongen? Waar komt al die kelp telkens vandaan? Wat zit hier? Niks. Wat zit hier? Niks. Wat zit hier? Niks. Wat zit hier? Hier zit helemaal niks. Hier zit ook niks. Hier misschien. Nee, ook niks. Ik heb een trapdoor, maar het staat niet waar ik die kan plaatsen. Ik denk op de rode wol, nu ik het zo zie. Moet die op de rode wol? Ik ga die op de rode wol plaatsen. En dan zo en dan hier onderdoor. We zijn ook veel te slim. We zijn ook echt veel te slim, jongens, dat ik dit gelijk door heb. Zijn we in een nieuwe kamer met allemaal shulkerboxen aangekomen. Natuurlijk weer met kelp erin. Waarom, weet ik niet. Hier ook weer van alles. Oh, een lightweighted pressure plate. Oké. Wat kan ik hier doen? Laten we die meenemen, want, jongens... Hé, wat is dit? Is niks. Wat is dit? Een red wool. Oké. Dan heb ik een rode wol. Wat mag ik daarmee? Wat kan ik met een rode wol doen? Ik weet het niet. Hoe kom ik hier nu weg? Ik heb rode wol. Moet die hierin misschien? Is dat het? Nee, die moet hier niet in. Hé, wat moet ik met een rode wol? Een pressure plate en kelp. Als ik hier opsta, jongens, dan, ja, dan moet er iets boven mijn hoofd zitten. En dan kan je door de grond zakken. Maar dat is in dit geval niet het geval. Dan weet ik eerlijk gezegd niet zo goed wat ik moet doen nou, jongens. Ik denk dat ik een beetje vast zit. In een hoekje droppen. Soms is dat ook wel eens een dingetje dat je iets in een hoekje moet droppen. Ik denk dat de pressure plate en de wol iets met elkaar te maken hebben. Want ik moet elke keer wat op rode wol doen. Alleen kan ik de rode wol natuurlijk niet zomaar ergens plaatsen. Want ja, dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik. Wacht! Wacht! Als ik hem hier plaats, dan eronder ga staan. En dan zo. Ik ben ook zo ontzettend slim. Daarom was die middelste rood. Daar moest de rode wol op. We hebben hem betrapt. Hier dan. Oeh, daar zit hier iets verstopt. Wat zit hier verstopt? Een kistje. De schat! Oh, hij zit hier verstopt, jongens. De schat, we nemen hem mee. En dan hier de pressure plate. Dan hier naar buiten. Dan hierheen. Wat is dit in één keer? Het is allemaal groen hier binnen. Wat heel gek om te zien. We hebben de schat. We nemen hem mee. De kelp, die stikt maar in. Zo, hoppakee. Nou, weet je wat ik hier allemaal ga vinden? Dat maakt me ook allemaal niet meer zoveel uit. Want als het goed is, ik gok dat we bijna buiten zijn. Waar zijn we? Je hebt de schat toch? Al wel. Ja, ik heb de schat. Maar, oh, ik mis zeker weer een button. Ik mis weer een button of iets om naar buiten te gaan. Of een lever. Die zal wel weer hier verstopt liggen dan. Even kijken hoor. Waar zit hij? Hier. Gok ik. En daar kom ik natuurlijk niet bij. Oh, mis ik weer gewoon mijn uitgangticket. Ben ik die weer kwijtgeraakt of zo? Weet ik voor wat. Zit hij hier? Oh, verstopt. Of zo. Hè? Nee, die zit sowieso in die groene ruimte. Die groene ruimte heeft ook nog ergens een schat. En ik gok daar waar ik net keek. Alleen daar kom ik niet helemaal lekker bij. Kijk, daar kom ik gewoon niet lekker bij, jongens. Bij dat hoekje daar. Daar is verder niks voor mij. Oh, wacht, dat deed daar. Ja! Oh, nice. Stone button. Hoppakee, let's go. En die doen we dan hier. Tonk. Dan gaan we zo naar buiten. En dan is het mega donker. Ik zie helemaal niks. Ik moet mijn pet een beetje voor mijn ogen houden, zodat ik wat meer zie. Ik ga gewoon naar voren lopen. En we zien wel waar we eindigen. Wat is hier boven me? Is dat een dark oak pressure plate? Oké. Moet die gewoon... Ik zie niks. Misschien moeten we terug. Laten we kijken. Ik heb nu de pressure plate. Dat we misschien moeten we wel gewoon terug ergens anders naartoe. Nu ik deze pressure plate heb. Ik zal alleen niet weten waarom. Maar meestal moet je dit op rode blokken plaatsen. En daar was, ja, ook wel rood. Maar niet precies wat ik zocht, rood. Nee, we moeten niet terug. Ben ik wat vergeten in deze kist? Was dat er meer in? Oh, vines! Daarmee kan ik natuurlijk omhoog klimmen. En ik neem alle kelp mee. Ik bedoel, ik wil nu alle kelp hebben die ik kan vinden, jongens. Kijk, die vines kan ik natuurlijk hier gebruiken om zo... Let op. Oh, daar. Hier. Zo. Kijk, we kunnen omhoog klimmen. Nog eentje. Ja. En dan... Oh, licht! We zijn ontsnapt. En hier plaats ik dan de laatste pressure plate. Toenk. En dan gaan we hierheen. En dan... Waar zijn we? Hier naar buiten. Je hebt niet op me gewacht. Je zou op me wachten. Waar ben je? Waar is hij gebleven? Oh, je staat er wel. Ik heb de ster gevonden. En ik ben ontsnapt. Jemig, wat was het een doolhof. En ik... Altijd, dat deed volgens mij vorige keer ook al. Kelp.
Van waar de kelp? Ja, misschien komt het ooit. Misschien komt het ooit. Misschien heeft de kelp ooit nog wel een keer een nut. Misschien. Nou, ik vond het in ieder geval een hele leuke map. Het was leuk in elkaar gezet. Heel gefrustreerd door de kelp. Maar ik vond het verder wel heel leuk. Laten wij dan gelijk doorgaan naar de volgende map. We zijn aangekomen in de mooiste map. De grootste map. Wat is dit, Luc? Je had een uur de tijd. Dit is een huisje. Het ziet er prachtig uit. Heb je een verhaal erbij of kan ik gewoon aan de slag gaan? Ik ga die ster voor je stelen en die breng ik hier naar boven. Kaas. Yes. Kaas, oké. Kaas. Ik ga het onthouden. Ik ga het onthouden, oké. Ga maar naar binnen. Ja, nou, ik zie je boven weer zo. Ja. Daar gaan we. Jongens, we gaan naar beneden. Ik ben zo benieuwd wat dit allemaal gaat zijn. Hey, de ster. Ik kom er alleen niet bij. Oh. Maar. Ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat je er langs af gleed. Maar dat is serieus dat de ster. En dat, ja, dat was het. Wacht, dat doe ik even alsof ik het niet heb gezien. Oké, jongens, wat moeten we doen? We zijn aangekomen in de bunker. Verboden toegang. Nou, ik kan er wel dus gewoon heen. Maar ik ben aangekomen in de bunker. Wat is dit hier? We hebben een potion of healing. We gaan gewoon even doen alsof we de ster daar niet gezien hebben. En alsof ik hem nog niet heb gekregen. Dat gaan we even doen. Zo. Hoppakee. Helemaal niks. Nou, ik ben echt heel benieuwd waar ik die ster ga vinden zometeen, jongens. Echt waar. hier zit niks. Hier zit ook niks. Dan hierboven. Alles is leeg. Het ziet er wel mooi uit, Luc. Dat moet ik zeggen. Het ziet er beneden wel mooi uit. Het is leuk in elkaar gezet zo. Dan gaan we even naar de verboden toegang area hier beneden. Noep. En een kist. De noep. Nou, we gaan het boekje even over de noep lezen. Noep. Nou, dat was een heel uitgebreid boekje. Oké, nou, dan hebben we die teruggestopt hier. Dan gaan we weer naar boven. Ik denk dat de potion ook nergens voor nodig is. Als in dat ik die nergens nodig ga hebben. Dus kan ik hier... Nou, hieronder zou ook niks zitten. Hierachter ook niks. Zit er iets verstopt in andere dingen? Nou, er is ook verder niet echt iets wat ik kan doen, volgens mij. Het ziet er wel heel leuk uit. Maar ik denk dat ik die ster maar gewoon ga pakken. Alleen, ik kom er niet bij. Dan kan je een handje geven, Luc. Hoi. Ja, ik kom er... Oh. Ja... Ja, kan jij ja. erbij met je lange handen misschien? Oh, kijk. Hoppakee. Oh, hij valt naar beneden. Nou, jemig, hé. Luc, ik wil niet... Dit heb je volgens mij... Jezus. Ik denk dat jij de moeilijkste van allemaal had. Dat geloof ik. Ik vind het wel heel lullig, want je hebt wel echt je best gedaan op de map beneden in de hoop dat ik daar heel lang rond zal lopen. Yup. Oh, maar ja, ik keek gewoon net de verkeerde kant op. Maar het zag er wel heel mooi uit allemaal, dat moet ik zeggen. Als het in boven was, dacht ik echt van, ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden, dit blokje. Maar het zag er beneden echt heel leuk uit. Je hebt je trouwens ook nog potion. Ja, ik weet niet of je nog een woordje erover kwijt wil, want ja, nu ben je maar drie minuten, je map zit nu maar 2 minuten in de video. Wat moet ik zeggen? Ja, wat je wil. Ik ben de beste, ik kan alles. Dit was de moeilijkste map ooit. Ja, zeker, absoluut. Ja. Ja. Ja, en ja. Er is niks. Oh, nou weet je, dan gaan we maar door naar de volgende. Ik vond het wel heel leuk. Het was wel leuk in elkaar gezet. Het idee was leuk. Het spijt me dat ik de verkeerde kant op keek. Ja, volgende keer even niet zo vervelend. Ik kijk de volgende keer wel gewoon naar de ladder, oké? Als ik naar beneden ga. Ja. Ja, nou, dan gaan wij door naar de volgende map. Jongens, voor deze map zijn we beland in het leger. Ik heb niet voorbereid dat ik in één keer als soldaat moet gaan trainen. Nee, ja, we zijn hier een verlaten legerkamp. Oké. En deze is verlaten omdat het gewoon heel saai was hier. Oh, het is verlaten omdat het saai was. Ja. Oké, wacht even hoor. Jemig, het saai. Sorry. ze zijn namelijk het belangrijkste ding vergeten. Nou? Het saaiste product ooit. En dat is natuurlijk... De Netherstar. De Netherstar. Saaier dan dat kan het niet zijn, jongens. Nee, klopt, ja. Dus die moet jij meenemen. En dan vinden ze het misschien zometeen dan weer leuk als jij hem weer meeneemt. Oké, nou ik zal de saaiheid hier weghalen en de blijheid toevoegen. Is er nog iets wat ik extra moet weten? Nou, blijkbaar niet. Oké. Nou jongens, laten we kijken. Misschien heeft hij hem ook wel in de barrel verstopt, net zoals Luc. En dat ik hem gewoon ineens tegenkom terwijl ik helemaal een andere map voor ogen heb. Maar ik vind tot nu toe, vind ik het een leuk verhaaltje. Er zit een backstory aan deze map, jongens. De backstory is dat het gewoon een saai legerkamp was. Maar ik heb in ieder geval hier iets voor nodig, want anders kom ik hier niet. Ik denk dat ik de bunker in moet natuurlijk. We zijn nog niet ondergronds geweest en hier moet ik heen. Maar wie zegt dat het wel allemaal... Ja, daarom! Wie zegt... De deur beton. Waarom beton? Buton is het ook, want het is 1T.
De deurbutton. Dus die is dan hier. Dit is de deur natuurlijk. Tonk, die nemen we mee. Oh, ik dacht even dat ik mezelf had ingesloten. Hier de boot in. Hier de ladder op. Hier de ladder op. En dan zijn we beland. En hier is een chocobox. De trapdoorsleutel. Nou, kijk Julian. Saai dit. En echt, grapje. Het is wel heel leuk. Maar ik moet een beetje in het thema van de map blijven. En het blijkt een saaie map te zijn. Of een saaie map. Niet een saaie legerbasis. Zo, dan gaan we naar beneden. Oh. Oh, wacht. Ik kan hem meerdere keren gebruiken. Nee, ik kan hem niet meerdere keren gebruiken. Hoe gaan we dit doen? Hierheen? Huh? Ik moet Oh, en dan dicht. Ja, ja, ik ben wel slim. Ik snap het wel. Oké, maar nu heb ik mezelf wel ingesloten. Ik kom er nu niet meer uit. Eenmaal erin, niet meer eruit. De rechts of links? Altijd eerst naar rechts kijken. En dan naar links gaan. En dan volgens twijfels hebben over rechts. Maar toch links kiezen. En dan lijst me er toch naar rechts gaan. Oké, wat is hier rechts? Nee, we gaan heel diep. Ik ben heel benieuwd. Oh, wat is dit? Oh nee, dit zijn lava. Wacht. Ik vind toch links misschien leuker. Wacht, we gaan toch naar links. Ik wil niet over de lava, jongens. Ik ga wel gewoon veilig naar links. We gaan wel gewoon veilig deze kant op. Oh, hier is niks. Ik ben gewoon gescand. Ik moest wel... Nou, ik had het wel in één keer goed. Maar het had heel cool geweest als ik hier gewoon niet heen was geweest. En dan had mijn hele tactiek had gewerkt dat ik uiteindelijk naar rechts ging. Oké, de lava sprongetjes. Kom maar op. 1, 2. Oh, natuurlijk. 1, 2. En... Even wachten tot ik geen damage meer krijg. Anders ga ik dood. Zit hier iets onder misschien wat ik nodig heb? Een kist, een... Dat... Nee, dat ziet er hetzelfde uit. Die daar ook. En volgens mij heb ik niks nodig hier. Ik ga wel dood. Ik heb nog... Oh mijn god, ik ging bijna dood. Laten we eerst even healen voordat we de tweede sprong maken. Anders zie ik het wel weer gebeuren. Oké, daar gaan we. Komt-ie. Oh, ik ben echt heel goed. Oké, daar gaan we. We gaan hierheen. Wacht, links of rechts? Links of rechts? Net ging ik rechts, nu gaan we links. En links is... Nee, moet ik misschien... Oh mijn god, we gaan er wel doorheen. Prima. Ja, kom maar. We zijn ook echt gewoon weer helemaal boven gespand. Dat betekent dat ik die lava sprongen weer opnieuw moet doen. Maar nu kunnen we een tweede kans krijgen om die eerste sprong in één keer goed te doen. Hop. Wij doen het niet in één keer goed. Maar we gaan nu wel gewoon door. Ja, die doen we wel goed. Oké, deze kant op dus, jongens. En hier... Oh, water. Ja. Oh, gelukkig. Dan kan ik ook even het vuur uitzetten. Waar zijn we beland? Wat is dit? Sprongetje hierheen. Dan hierheen. Hierheen. Oh, we moeten daarheen, zie ik nu al. Ah, barriers. Kijk, hij wilde me pranken dat ik nu dacht dat ik... Oh, ik kan ook gewoon. Wacht eens even. Zit er... Kan ik daar? Ik kan daar veilig heen springen. En dan kan ik dit sprongetje halen. Let op. Tonk. Hoppakee. En dan... Dat is een trap chest en dit is... zou ik denken... Oké, jongens, 50% kans. Als we hierop... Nou, ik denk wel 80%. Ik denk wel 100% kans. Als ik hierop ga staan en ik open deze kist... Dan valt alles daar naar beneden. En er zit daar lava onder. 1, 2. Niet eens! Niet eens! Ik ben echt... Wow! Ik dacht dat zal dit allemaal al naar beneden vallen... En dan zak ik er doorheen. Maar dat is het dan niet. Ik moet gewoon hierheen. Ik moet er overheen. En dan zit hier de kist. Oh, het sterretje. We hebben het sterretje gevonden. Wat... Rij mee met de Po-rider. De Po-rider. Oké, okay, wacht. Zo, dan gaan we, jongens. De Po-rider in 3, 2, 1. De Po-rider omhoog. Oh, daar gaan we helemaal heen. Daar gaan we helemaal heen. Concreet, we zijn bij mijn mond uitgekomen in het midden. Uit je mond. Dit is nog nooit gebeurd. Ik ben nog nooit hier terechtgekomen in het midden van de map. Jullie hebben allemaal jullie map hier omheen gebouwd. Ik ben nog nooit in het midden terechtgekomen. Dit is uniek. Je hebt iets uniek. Je hebt de saaie legerbasis tot echt wat leuks gemaakt. Ja, is het leuker geworden? Dit is echt leuk hier. Ik heb de saaie ster weggehaald en ze zijn allemaal al teruggekomen. Ik hoorde al heel veel gesprekken boven en vuurwerk en schoten. Volgens mij was het gewoon oorlog. Ik dacht vuurwerk, maar hè. Leuk. Dat is goed, dat is goed. Ik vond het heel leuk. Neem jij de Po-rider maar terug naar beneden, dan... Ja, ik ga er weer vandoor. Ga maar zitten. Doei! Nou, doei. Nou, dan gaan wij door naar de allerlaatste map. Welkom in de allerlaatste map. We staan hier met Ricio. Jij bent meestal aan het einde in dit soort video's. En ik kan wel even vragen, wat is het? Maar het is een bunker in een bos. Ik moet de sterren halen en naar mij geven. Zit er een extra verhaal aan? Totaal niet eigenlijk. Alleen, je moet er wel voor zorgen dat je er binnenin komt, zeg maar. Ja, dat snap ik. Ik denk dat ik hier een lever of een button nodig heb. Wie weet. Nou, weet je, blijf jij hier staan? Ik ga even kijken of ik hem kan vinden en zo. En dan ben ik zo terug met de Nether Star voor jou. Ga ik hem aan jou geven? Ja. Oké? Okay? Vind ik een goeie. Nou, helemaal top. Dan gaan we vinden. We wedden, ik heb die ingang, die sleutel, heb ik echt binnen no time gevonden. Die heb je hier onder de boom in de kist gedaan. Omdat je dat op deze... Kijk, let op, hè. Ik weet niet hoe je dit gedaan hebt. Dit vind ik verdacht. Misschien hier een grasblok. Maar je ziet niks? Nee. Oké, laten we even kijken. Misschien is het op de bomen dan. Dat ik hier bewijs van... het sprongetje moet halen en dat hij dan hier zit. Nee. Misschien op de andere boom. Hier. Oh, even kijken. Misschien dit sprongetje halen en dan dat hij hier zit. Of dat hij hier... Ja, kijk! Een button. Ik ga erop klikken. Is hij open? Ik weet het niet. Is hij open? Hij is niet open. Ik had de button mee moeten nemen. Mag ik de button slopen? Ja, hè? Ja. We nemen de button mee, jongens. Hebben we de stone button gevonden. En dan gaan we hier. En dan zie ik jou zometeen weer boven. Oei. Oké.
We zijn aangekomen in de bunker. Het is allemaal van ijs. Het is een hele dure bunker. Ik ben heel benieuwd. Je hebt ook gewoon trappetjes kunnen maken. Oh, maar er zit waarschijnlijk een grote ruimte onder. Ah, ja, er zit inderdaad een grote ruimte onder. We zijn... Oeh, hier is een kluis. Dan moet ik hier waarschijnlijk items in stoppen. En dan gaat de kluis open. Maar wat voor items is nog even een geheimpje? Want ik weet het eigenlijk ook nog niet. Dan gaan we hier naar beneden. Hier zit een gang waar ik in kan. Of niet? Huh? Nee. Wacht, daar zitten... Oeh, kijk, barrels. En daar ook één. Maar kan ik hierin? Ik snap niet hoe dit werkt. Nee, dat werkt niet. Oké, laten we hier even onder kijken. Hier zit gelijk al iets. Is het een doolhof, maar dan op mijn buik? Oh, het is een doolhof op mijn buik. En het is donker. Het is donker. Oh, ik haat donker, jongens. Dan zie ik nooit wat. Ik zie nooit wat in het donker. Hey, helemaal niks. Niet leuk. Wacht, misschien dat ik er doorheen zak. Nee, ik zak er niet doorheen. Dan misschien deze hier. Hier zit... Alleen plaatsen op goud. Oké, prima. Ik heb nog geen goud gevonden, maar we nemen hem mee. Dan, dit is ook niks. Dan gaan we hier kijken. Hier vinden wij een witte blok bovenop. En dan helemaal niks. Het is te donker om het te zien, maar helemaal niks. Dan hier zit ook niks. Hier gaan we een heel stuk verder ineens, maar er zit uiteindelijk ook niks. En dan de laatste. En als daar niks... Oh, daar is natuurlijk gewoon het goudblok. Ik denk dat ik al in twee keer goed zat. Maar even goed, gaan we alles even checken. Oh, dit is extra groot. Dit is niks. Jemig. Je dacht dat je hem had. Nee, ik heb hem al. Maar ik ben even goed aan het kijken. Oké, we hebben de alleen plaatsen op goud. Lever, die gaan we dan hier stoppen zo. Bonk, bonk. Dan is hier... Hallo, dit is flauw. Dit vind ik nou flauw. Moet ik hier nog wat vinden of zo? Kijken. Ik kan het... Nee, daar kom ik niet bij. Ik kan ook niet bukken op deze manier. Is daar iets wat ik moet extra kan vinden? Ja, er zijn extra barrels achter, maar verder is daar niks nuttigs. Ik kan deze slopen natuurlijk. Nee, dat mag waarschijnlijk niet. Maar dit was niet de bedoeling zeker. De lava is weg, jongens. Dus ik kan hier wel heen. Een diamond sword. Oh nee, moet ik gaan vechten? Waar heb ik die voor nodig? Een diamond sword. Wat kan ik met dit zwaard? Wat mag ik met dit zwaard? Is dit een van de items misschien? Nee. Draaien? Nee. Is het item aan deze kant? Nee. Hè? Oké, dan wacht, we houden hem nog even bij ons. Voor de rest is hier niks. Er is hier helemaal niks. Hier onderdoor zakken misschien. Ja, ik moest er onderdoor zakken, dat was het. En barrelruimte. En het is weer donker. Ik zie weer niks. Allemaal barrels waar waarschijnlijk weer iets in verstopt zit. En ook misschien een paar briefjes waarop staat, dit is het niet. Even kijken. Hey, kijk, hier zit wat. Oh, dit is... Ah, dit is die ruimte, jongens. Daar ben ik nu al ineens. Ah, oké. Misschien dat ik hier het tweede zwaard kan vinden. Ik gok dat hier het tweede zwaard is. In ieder geval. Ja, een tweede zwaard, jongens. Laten we terug gaan. Ik denk dat dit de twee zwaardjes zijn die ik nodig heb om die deur te openen. En dan zijn we hier beland. Zo. Dan doen we dit zwaard hierin. Dan doen we hem naar beneden. Zo. En doen we dit zwaard hierin. En die doen we ook naar beneden. Zo. Of moeten ze allebei omhoog staan? Of naar de deur wijzen. Misschien is dat het. Zo. Nee, omhoog. Misschien heeft dit er helemaal niks mee te maken. Ja, waar heb ik andere zwaardjes voor nodig? Het is niet alsof ik hierboven die zwaardjes nodig heb, volgens mij. Nee. Moeten ze allebei zo? Nee. Allebei dus naar buiten? Nee. Allebei echt helemaal naar buiten? Ik weet het toch niet. Wat doe ik verkeerd? Ik heb de zwaardjes erin gedaan. Wat? Hè? Oh! Ik hoor iets! Ik hoor een anvil. Een anvil deed iets. Hoort dat erbij? Ik weet het niet. Dat ging per ongeluk. Oh, dat ging per ongeluk. Oké, we blijven gewoon... We gaan alle opties proberen, jongens. Deze omhoog, deze naar beneden. En dan blijf ik deze nu gewoon ronddraaien. Nee, dat is het niet. Dan doen we deze eentje naar rechts en dan blijf ik deze ronddraaien. En zo gaan we gewoon doen tot we elke mogelijkheid hebben gehad. Letterlijk elke mogelijke kans, of hoe noem je dat, optie, code misschien, dat we die gewoon gehad hebben. Nee? Oh mijn god, ik kom echt bij het einde nu. Oh, we hadden hem. Dit is hem. Eentje die kant op en eentje die kant op. Oh, dan zijn we er, jongens. We zijn er. We hebben de Riccio's heiligdom. Riccio's heiligdom gaan we stelen. Hij is van mij. Moet ik er zeker onderdoor. Hier. Riccio, ik ga je heiligdom. Ook een attractie. Dit is leuk. Ik ga hem nemen. Met Riccio's heiligdom gaan we er vandoor, jongens. Waar eindigen we? Waar eindigen we? Hé, hey, nee, lever. Ah. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ik ben boven gekomen. Dat was de bedoeling. En ik heb de ster. Bij deze mag je hem hebben. Dankjewel. Hoe voel je erbij? Dat ik heb hem gewoon voor je gered. Ik ben echt heel blij. Nou, top. Nou jongens, dan gaan we nu door naar de prijsuitreiking. En dan gaan we zien wie er heeft gewonnen. Welkom bij de prijsuitreiking. Jongens, jullie hebben allemaal hard gestreden. Jullie hebben mooie bunkers gebouwd. Jullie hebben goede netherstars verstopt. Ik heb ze allemaal aan jullie gegeven. En jullie hebben ze allemaal stuk voor stuk weer op jullie hoofd gedaan. De prijsuitreiking is altijd erg moeilijk en slaat 9 van de 10 keer nergens op. Maar we hebben altijd één belangrijke regel met deze video's, jongens. Kan je niet bij de prijsuitreiking zijn? Heb je daar geen tijd voor? Dan eindig je altijd als laatst. En
Zo te zien hadden Bosbest en Luc allebei geen tijd om bij de prijsuitreiking te zijn. Maar ik vind het heel lullig om Luc als echt als laatste te doen. Dus sorry Bosbest. Niet dat je map niet mooi was, maar je kon er gewoon niet bij zijn. En dit is een nep Bosbest die we hier hebben, jongens. Dus dat betekent dat Bosbest helaas als eindigde als laatste is. Niet omdat zijn map niet mooi is, maar omdat dit is een nep Bosbest en dit is een nep Luc. Die zijn er niet echt. En dan nu, jongens, de echte prijsuitreiking. Wie van jullie dacht, weet je, mijn map vond ik zo slecht. Ik eindig op die koperen dinges. Wie is vrijwillig? Wie is hier vrijwillig? Ik zag... Dit vind ik stom. Dat je gewoon het zelf doet. Wel terecht, hè, jongens. Wel terecht. Oké. Dan, heb jij ooit eens een keer gewonnen, Richio? De laatste keer volgens mij. Ja, jij zit gelijk ja te klikken, hè? Omdat jij dat doet, mag je naar huis, Julian. Nee! Ja, je wilde even bij. Ja, je misgunt. Je misgunt. Ik heb dat een keer gewonnen. Dan mag jij naar IJsler. Heel saai. Oh, dan mag jij erachteraan, Richio. Zo. Hoppakee. Oeh, dan vind ik het spannend. Nee, trouwens, Richio, schrijf jij maar eentje op. Oh. Jan, jij bent geel, dus jij mag op de gele. En dan, omdat jij het meest op een Netherite blokje lijkt, mag jij naar de winnenplek en dan even. Heeft Roemer vorige keer ook niet gewonnen, of een keer? Nee, dat is de eerste keer. Jij hebt nooit gewonnen. En Luc, jij bent tweede geworden. Want jij, Roemer, jij lijkt het meest op Netherite, dus ik vind dat jij daar wel heel erg past. En that's it, het is weer gepasseerd op scheid. Maar dus ben je nou niet eens thuis met de prijsuitreiking, heb je pech. Dit is belangrijk en dit is hoe wij het hebben bepaald. Ik wil eigenlijk wel een rechtszaak starten. Volgende keer krijg je een uur de tijd om een rechtszaak te bouwen. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En reageer even welke van deze mannen hier achter mij jij de bunker van hun het leukst vond. En welke avontuur je het leukst vond. Zo, laat het nu even weten in de reacties. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuke video waarin mensen een uur de tijd krijgen om iets te bouwen. Ik weet niet precies wat ze hier aan het bouwen zijn, maar dat kan jij op een manier achterkomen door er gewoon op te klikken. En dan nu spreek ik later, glaasje water, veld 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!